Het Elsje Vink Sannigaar College, COVAP, heeft vanmorgen haar 35-jarig jubileum gevierd. In verband hiermee heeft de organisatie 10 jubilarissen gehuldigd voor respectievelijk 10, 15, 25 en 35 dienstjaren. COVAP heeft ook besloten om Huize Tiel te gedenken met een pakkettendoos om zo terug te geven aan de maatschappij. Het COVAP wordt gekenmerkt als instelling voor het verpleegkundig beroepsonderwijs in Suriname. Vanaf januari 2011 heeft het Elsje Vink Sannigaar College ook een dependance in Ikeri. Vanaf 2012 tot heden heeft de instelling in totaal 1850 gediplomeerden afgeleverd. Volgens Angele Wallerlei Kumbangsila, directeur van het COVAP, moet de organisatie nu meer dan ooit haar plek als opleidingscentrum voor verpleegkundigen zien te behouden. Het IFS College COVAP hoefde voorheen geen concurrentie te vrezen. Maar die realiteit komt ook steeds dichterbij. Het was vroeger vanzelfsprekend dat COVAP de opleider in de zorg was, maar dat is hedendaags niet meer zo. Wij zullen dus keihard aan de slag moeten gaan om onze positie te behouden en uit te breiden. De organisatie is in dat kader nu bezig al haar stakeholders in kaart te brengen, maar ook de wensen en behoeften van deze stakeholders. Vanuit een introverte, zelfingenomen organisatie zullen wij moeten gaan naar een open organisatie die open staat voor inbreng van haar stakeholders. Neem nu maar de relatie met de student als belangrijke stakeholder. Eindelijk hebben we een studentenvereniging die de studenten kritisch en goed kan vertegenwoordigen. Volgens Grace Malumlakin, voorzitter van het stichtingsbestuur van EFS, telt de opleiding op dit moment 1195 studenten. Volgens haar is COVAP zich ervan bewust dat de verpleegkundige anno 2017 niet alleen meer de rol heeft van zorgverlener, maar ook die van communicator naar patiënt, familie, collega en specialisten toe. In maart 2013 is in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid een tweedaags congres georganiseerd met als doel input van stakeholders te genereren, ter einde te komen tot een herinrichting van het verpleegkundig onderwijs in Suriname. Een van de belangrijke doelen van het congres was het formuleren van een overzichtelijke en geaccepteerde kwalificatiestructuur van waaruit de eindtermen van de opleiding op een transparante en samenhangende wijze worden geformuleerd. Ook zal naast gezocht worden naar financiële middelen voor het opzetten van een skills lab ten behoeve van het praktijkonderwijs. Na 35 jaar is het echt wel tijd hiervoor. Wij onderkennen dat wij er nog niet zijn, maar door voortdurend evalueren worden zwakten geïdentificeerd en wordt gewerkt aan verbetering. Grace Malumlakin, voorzitter van het stichtingsbestuur van het Elsje Vink Sannigaar College COVAP. Zij sprak vanmorgen tijdens de viering van het 35-jarig jubileum van het college in de kantine van COVAP.